Goedenavond iedereen, welkom. Blij met deze belangstelling, want we hoorden ook in de omgeving dat er veel meer te doen is. En ik ben blij dat u vanavond naar ons wil luisteren. Dus van harte welkom. Ik hoop dat u een fijne avond mag hebben. Ik wil u bijzonder welkom heten, Henk van der Maarten achter het orgel. Wilke van der Bos op de dwarsfluit. Marloes de Jong. Opnieuw, maar voor een van onze bekenden, de dochter van Geert-Jan. Ook veel succes, goedenavond, gewenst. Ik wil extra welkom heten Willem en Jannetje, of Willem en Jannetje Bosbroek, van het dirigent van het eerste uur. En Jantje zorgt voor de innerlijke mens. Dus nogmaals bedankt voor die periode en welkom ook deze avond. Ik wil welkom heten Wim Kleinareveld, die diverse lieden nog werk heeft en we genieten daar elke week nog van. Nou, jongens, ook welkom, mannen van Odeo. Veel succes vanavond en we weten dat we er niet alleen voor staan. In bijzonder even succes met solo en solo gedeelte. En dat wil ik ook doen aan Rijk en Krim. Ook succes met solo gedeelte. Ali, nog eens een keer. Oh. Ali, ook welkom. Heel veel succes vanavond. Puntjes op die. Kom goed. U weet dat wij drie stemmen zijn. En dus moeten alle liederen drie stemmen bewerkt worden. Dat wil zeggen, we kunnen niet zeg maar zo van een ander koor niet overnemen. Het moet bijna altijd bewerkt worden. En daarom bedankt mijn aanval al, want die heeft diverse liederen al voor ons bewerkt. Ali heeft dat in het verleden ook heel veel gedaan. En dat is toch een extra stukje werk. En ook hebben we een paar liederen van Jan Zwanepol. De Wijling Jan Zwanepol. Hartstikke bedankt iedereen voor dat werk wat daarvoor gedaan is. We kijken even terug. 30 jaar geleden stond Odeo op een bruiloft van Aart van de Hoek. En ik was samen met de familie van de Hoek en Holstevens. En zo is Odeo ontstaan. En dat zal waarschijnlijk wel een hele mooie bruiloft geweest zijn als daar een zangkoortje, mooie liederen met elkaar zit. De enige die van het eerste uur over is, dat is Evert. En de anderen zijn allemaal later daar weer bijgekomen. Hij is de beste trots op dit. Odeo betekent, en dat heb ik ook wel vaker genoemd, niet Oldenbroek, Doornspijk in de omgeving of Elburg en Oosterwolde of iets dergelijks. Odeo betekent ode. En Deo betekent God. En betekent lof aan de Heer. Zingen tot eer van God. Dat is wat wij hoog in het vaandel hebben. Om op die manier het heil van Heer Jezus. En van wat wij willen uitdragen. In naam van God groot te maken. En dat is wat wij willen. Met passie getuigen van zijn grote naam. Dat doen we ook. Niet alleen het groot bij het concert, maar ook een klein bij verzorgingshuizen of bejaardenhuizen. Voordat we nu gaan beginnen, wil ik eigenlijk eerst een zegen vragen over deze avond. Mag ik u voorgaan? Heere God, trouwe Vader in de hemel. Zo aan het begin van dit concert komen we eerst tot u. In de eerste plaats wil ik u met een grote naam hartelijk dankzeggen dat wij hier in vrijheid mogen staan. Heer, u geeft ons alle vrijheid. Ze stonden ons niet op te wachten vanavond om hier bij elkaar te zijn. Als we met het evangelie bezig zijn, Heer, om te zingen. Op andere gebieden, andere plaatsen, soms dichtbij, gebeurt dat wel, Heer. En Heer, wilt u daar zijn? Heer, wilt u daar ook zijn in Frankrijk, waar het toch wel ernstig is? En Heer, wilt u zijn overal in gebieden waar oorlog is? En wij mogen hier in vrijheid bij elkaar ons geloof uiten, Heer. Dank u wel. En Heer, we hebben zojuist genoemd, Odeo. En dat betekent lof aan de Heer. En Heer, dat we op deze manier u mogen eren. En Heer, dat we dat in lengte van jaren mogen doen. Uw naam groot maken, Heer. En dat is wat wij willen. En hier, daar staan we achter, Heer. Maar wilt u ons daarbij helpen? Heer, want dat lukt nooit van onszelf. Maar we hebben ook uw hulp bij nodig. En uw geest. Dat we zo de mensen mogen bereiken. En Heer, dat we met z'n allen vanavond een hele fijne avond mogen hebben. We wilt u zo ieder geven wat nodig is. De zangers, maar ook degene die
het muziek maken, die begeleiden, Heer, maar zelf ook een muzikaal stuk brengen. Heer, wilt u daar met ons zijn? En Heer, wilt u geven dat het tot uw eer mag zijn? En Heer, wilt u zo ons een hele fijne avond geven, een ongestoorde avond, dat het in goede orde mag verlopen, Heer. Wilt u met ieder zijn die een taak heeft en wilt u ons zo naar wijzen? Dat u zo ook alles zegen, Heer. Heer, zo vragen we vergeving voor het verkeerde wat we doen. En we vragen dit alles. Niet omdat we iets zouden verdienen, maar alleen uit genade en Jezus wil. Amen. We zullen nu het programma verder afwerken zoals u gekregen heeft. In het programmablaadje vermeld staat. We brengen vanavond nieuw ingestudeerde liederen, maar ook uit Oude Roos. En een blokje vaderlandse. Ik wens u nogmaals namens Odeo een hele fijne avond.